We gaan Cheng Teng en het is het gaat toevallig ook over pinguïn. Dat is toevallig. Ja. Ja, allemaal, het is tijd voor pinguïn. Verzin maar tekst, wat heb je zin in? Pinguïn, pinguïn, pinguïn. Ja, allemaal, het is tijd voor pinguïn. Verzin maar tekst, wat heb je zin in? Text, wat heb je zin in? Big wing, big wing, yeah, yeah. Inderdaad, niet heel veel tekst in dat nummer, maar het is wel het officiële Ping Wing Free. Ying, yeah, Ying Yong. Solo. Ping. Dat is best een kort nummer eigenlijk. Best wel. Eentonig, zegt iemand. Ik zeg. Maak er lekker zelf wat van. Ik hè? Zeg... Post het op YouTube. Ik zeg hoi. Ik zeg hoi. Tot hoe laat duurt dit? Is ben je nu al zat? We zijn net bezig. Oké. Okay. Oh, dat was de solo. Veel iedereen, hetzelfde. Iedereen, tonig. Iedereen vraagt een solo. Okay, hier komt ie. De solo. Ik doe wel een beat. Als jullie het over old school hebben, probeer deze dan maar uit. Als jullie nu geen solo's genoeg hebben, dan weet ik het ook niet meer. En daarom ga ik even een telefoontje opnemen. Pyeong Tang in de studio. Hallo. Hallo. Met wie spreken wij? Met Matthijs. Hey Matthijs. Hey Matthijs, welkom in de studio. Zeg, wat vind jij van Kut Life Radio? Ah, wel mooi. Tof, toch? Dat is heel mooi. Ja. Het is geweldig. Ja. Is er nog iets wat je mist bij Kut Life Radio? Wat je zegt van, dat wil ik nou echt, dat wil ik. Wat? Of er nou echt iets is van, ik kan het niet geloven dat wil ik. In Kut Life Radio. Een prijs? Dat is toevallig. Dat Matthijs. Is toevallig. Matthijs, want hier komt de prijs. We gaan straks op de cam, gaan we even een prijs voor jullie tekenen, denk ik weer. Of beter nog, hebben jullie een beter idee voor een prijs wat in een envelop past? Laat het vooral weten. Ja. Je moet inderdaad in een envelop passen, want we zijn net als schrale arme studenten. Ja. Ik wil een liedje over Cowboy Paulus. En die ga je ook echt spelen? Zijn er geen betere suggesties? Wat is er gebeurd met mijn gitaar? Wat is er gebeurd? Ik weet het niet. Neem die beller op. Ik neem hem op. Hey beller. Je bent live in de studio. Dit is je leven. Hey? Hij kon het niet accepteren dat het zijn leven was. Hallo? Hallo. Hey, met wie spreek ik? Met Matthijs, ja. Hey Matthijs. Hey. Wou je nog iets zeggen? Wat zeg je? Wou je nog iets zeggen of zo? Nee, maar de verbinding werd opeens gebroken. Op de radio klonk het heel cool alsof we verder gingen, maar bij jou leek het inderdaad dat het verbroken wordt. Maar wou je nog wat vertellen? Want het kan natuurlijk. Nee, maar ik wou er net over dat ik een prijs had. Ja. Yeah. Luister jij op dit moment ook naar Kut Life Radio of heb je gewoon een willekeurig nummer in je telefoon ingetoetst en ga je over een prijs praten? Nee.
Want we hebben namelijk net verteld op Kut Life Radio dat we jullie suggesties mogen geven over de prijs. Als het in een envelop past. Dus misschien weet jij wel iets cools. Wat wil jij, wat wou je altijd al hebben? Wat ik altijd al wil hebben? Ja. Ja. In een envelop, hè? In een envelop. Doe maar een hele mooie tekening. Laten we daar nou net... Nou, heel goed wil ik niet zeggen. We kunnen wel zo'n harkpoppetje voor je tekenen, oké? Okay? Een harkpoppetje. Oké, hey, hoei! Eén harkpoppetje voor Matthijs. Hartstikke leuk dat je belt. En, maar wordt het harkpoppetje de prijs? Dat weten we nog niet. Dat is de vraag. Want heb jij betere suggesties? Wil jij namelijk hier leggen wel wat... een stuk dit? Dit. Wat dit? Dat is een stuk tapijt wat stuk is gegaan, omdat we er de hele tijd overheen lopen. En Jensen vooral. En Jensen. Want, want eigenlijk is de studiovloer dus helemaal kaal, zeg maar, omdat we zo hard aan het Jensen zijn. Ja. Elke keer weer zijn het is, we helemaal, zo hard het is helemaal een kuil geworden. Van het al is inderdaad keren. Een kuil. Maar ik zit nu wel in de chatbox te kijken en mensen zeggen... en. Tabs of plectrums op de kutshop. Ja, en zo. En je weet zelf. We willen een lied over Penguin Paulus. En een kaas. Ik heb hier de studio. Ik heb doe een kutshirt, please. Maar wat ik dus mis is de caps lock pay. Het is toch echt een caps lock party of niet? Is het geen caps lock party? Ja, jullie weten het. En nu gaan we weer een lekker nummertje. We gaan weer een lekker nummertje spelen. En het is allemaal in de Catlock Party. Party, party, hey. Party, party, party. Maar wat ik dus even ga vertellen. Na, hoe komt het vertelmuziekje? Na dit nummer wat we gaan spelen, is het tijd voor het slokje van de maand. Dus iedereen weet het. Iedereen met het, die met het slokje mee wil doen, bel naar de studio. Pak je glas met Gola klaar. Dan doe ik dat straks ook alvast. En P, kan jij dit nummer nog spelen? Weet je hoe die gaat? Tuurlijk weet ik hoe die gaat. Nou, oké, okay. Al ga jij die even doen. Dan ga ik even lekker een colaatje pakken. Ja? Is dat een oké of is dat een nee? Het is een oké, maar je moet... Ik ga het voor je zoeken, ga jij spelen voor je leven. Dus iedereen pak je cola erbij, dan gaan we even... Slokje van de maand. Weten jullie welk nummer dit is? Zegt iemand ja? Zou je dan ook willen delen welk nummer het dan is? Summer.